Wij mogen gewoon alles gratis gebruiken. Dat ja, ja, ja. Dus zou je hier gewoon... Nemen. Ja, nee. Ja, dat zou... Dat zou dus... De Martijn dat zou, dit dus kunnen. En in principe zou je dus ook Red Label gewoon helemaal... Helemaal leeg kunnen zuipen, ja. Nou, dat was een bewogen weekje, hè? Dat zou je wel kunnen zeggen, ja. Ik zie er weer uit als een baby en jij hebt een baby. En ik heb een baby! Gefeliciteerd, jongen. Ja, dankjewel, jongen. Ik ben heel erg trots. Ja, snap ik. We gaan vandaag wel weer werken. Het is namelijk Beunhazen. En Zo is het. Gaan een hele leuke bar helpen, hè? Onze favoriete bar, de Kopso Bar. Ja. Ja, die hebben natuurlijk ook ontzettend zwaar, want zij zijn eigenlijk gewoon gesloten. Maar ze doen heel veel met bezorgen. En we gaan even kijken of we iets kunnen doen. Ja, nou, dat gaat in jouw geval heel lastig worden, maar we gaan het toch proberen. We gaan in ieder geval kijken of we kunnen zuipen. Ja. Want dat heb ik al gemist. Ja, ik ook. Hey, maar terwijl ik een kind aan het opvangen was, zag ik wel even dat onze... Werken in de coffeeshop video van Beunhazen 18 plus kreeg. Ja. Heel weinig views. We gekeken nu. Ter compensatie willen we gewoon even 7000 likes op deze aflevering. Dus, like nu even. Druk even stilstaan, stilstaan. Oh. Ja. Heeft iedereen er gewoon de tijd om en te liken? Wacht wel even. Mannequin challenge. We gaan maar zo als je die like button in... Nu heeft iedereen al geliked. Oh, jij nog niet. Ja, ik zie je wel. Ja. Jij nog niet. En we gaan weer door. Ja. En Jasper. Zijn er netjes bij. We doen hem even zo, hè. Bam. Is goed? Dat is lang geleden. Ja, lekker man. Met jou? Goed, hebben jullie er een beetje zin in? Het is voor het eerst dat Niels hier nuchter aankomt, of niet? Zeker. En ook zeker de laatste keer, kan ik je vertellen. Ik weet niet of je nuchter weggaat, maar dat gaan we zien. Kom binnen, jongens. Yes. Jullie gaan cocktails maken. Okay. En niet de minste. Mag ik even één dingetje voordat we beginnen? Hier zit ik echt al 2 maanden een soort van uitkijken. Mag ik misschien een Bacardi Cola bestellen? Dat mag. Oh, ja. Oh, oh. Gewoon voor de andere side. Gewoon puur ja, eventjes voor het gevoel dat we weer in een bar staan. Okay. Ja. Eerste goede idee in jaren voor jou. Ja. Nou, vroeger was ook wel een leuk idee. Jezus. Ja, ik ben eigenlijk mezelf weer. Oké, we komen je helpen. Oké, ik heb alvast alles klaargezet eigenlijk. Mag voor mij mag je alles gebruiken. We mogen gewoon alles gratis gebruiken. Dat ja, gewoon je hier gewoon... Ja. Ja, dat zou een... Dat zou dus... De Martijn Dit zou dus kunnen. En in principe zou je dus ook Red Label gewoon helemaal... Helemaal leeg kunnen zuipen, ja. Oké, okay, ja, oké. Okay. Ja. Bij de tweede keer proef je het altijd beter. Is dat zo? Ja. Proef je inderdaad beter? Ja. Even vergeten hoe dat proeft. Oh, zo. Het doet me denken aan een espresso martini. Zit dat ook in een espresso martini? Ja. Ja. En dit is espresso? Ja. Dus ik zou een espresso martini kunnen maken. Ja, ja. Ik ben wel heel erg benieuwd naar die Pornstar Martini. Dat schijnt een fucking lekkere cocktail te zijn. Dus die gaan we gewoon proberen. Ja. Moet ik er maar een maatje voor in of gewoon op gevoel? Nog eentje. Echt geen idee wat ik aan het doen ben. Hup, bam. Even lekker zoet, Jappie. Oeh, ruikt nu al lekker. Open glas. Ja, je moet wel lachen. Hé, hey, ja, kom zo bij, pik. Zo, dit is zoet. Dan doen we er gewoon een beetje extra vodka bij. Pak je even een passievrucht hier uit die fruitbak? Even googelen, wat is een passievrucht? Is dit een passievrucht? Ja. Wat is een passievrucht? Deze. Oh, deze? Ja, deze. Oké, ik heb voor jou gemaakt een heerlijke espresso martini. Ik ben waarschijnlijk enorm benieuwd. Net iets te zoet, maar goed. En die topt natuurlijk een beetje af. Ik heb voor jou gemaakt een pornstar martini. We gaan het testen, jongens. Hij is... Zoet? Hij is niet beter dan de echte. Oké. Ik zou zeggen, op naar het volgende drankje. De Pornstar Martini. Ja, die is heel erg lekker. Het spijt me, Martijn. Je kan me nu nog omkopen, maar deze is wel verschrikkelijk lekker. Weet je, je mag hem hebben. Ik voel me al winnen, want ik heb hem bakken. 1-0 voor mij. Jongens, we gaan naar pizza's bakken. Pizza bakken. Als jullie de keuken in lopen, staat Luca, Tony, onze chef, daar op jullie te wachten. Succes, jongens. Hey, thanks, Jasper. Ik ben benieuwd. Luc, dames en heren. De onze beste pizza-bakker van Amsterdam. Luca Toni. Luca Toni. Ik heb in ieder geval een schortje voor jullie. Kunnen jullie even helemaal goed over je kleren aan. Oh, dit moet. Ja, ja. Anders krijg je allemaal wit poeder op je... Nou, daar ben jij niet vies van. Maar dan krijg jij weer gezeik. Ik dacht dat je ermee gestopt was nu je vader bent. Ja. Oké, jongens. Nou, het belangrijkste van de pizza-bak is eigenlijk je deeg. We hebben hier een mooie bak met bloem. Ik draai hem eigenlijk zo door mijn handen heen. Nou, dan trekken we die pizza eigenlijk zo op. We pakken ongeveer 1 zo'n lepel. Schuif hem eigenlijk zo ver mogelijk achterin. Dus haal hem eigenlijk van die onderkant af. En dan kun je hem versieren zoals je wilt. Moeten wij even voorproeven? Denk het wel. Voor mij is het groter. Heel raar.
Oké, jongens, jullie hebben het gezien. Jullie gaan nu lekker aan de slag met je eigen pizza. Ik ga boven zitten. Maak er iets moois van. Deze neem ik mee. Ah. We beginnen natuurlijk met onze handen wassen. Ja, eens. Zo, Martijn, jij gaat even bloem daar opgooien inderdaad. We kunnen beginnen. Hij is veel te weinig voor jou. De helft weer vergeten. Zo, dit is plakkerig. Eruit. Oké, dit gaat nu wel fout. Ik krijg gewoon van die bollingen aan het einde. Oh ja, kan dit echt niet, hè? Het ging hem wel een stuk soepel af. Ik heb een gat erin. Kun je opnieuw? Gaap. Maar ik ga wel lekker. Dit kan niet. Ik pak het wel niet. Dit is toch iets moeilijker dan ik dacht. Zo. Ik moet naar de buitenkant. Hé, Luca. Ik denk dat ik er een hartje van ga maken. Liefde gaat door de maag, zeggen ze toch? Ja. Dan ben jij door de neus. Wat gaat hier mis? De tomatensaus. Iets te veel tomatensaus, sorry. Ik lekte een beetje. Ja, gaan we zo doen? Nee. Gaan we echt zo doen, Niels? Nee. Gast, ouwe. Ga je dat ook met je handen aanraken? Lekker, man. Gast, je hebt mijn hele pizza verneukt. Ja? Doe maar. Huh? Nee. Ga maar, ik wacht op jou. Nee, maar we moeten het gelijk, toch? Ja, jij mag eerst. Hoezo? Nee. Daarna ga ik? Nee. Hoezo nee? Er moet nog wat bij. Nee, doe dan maar. Nee. Doe hem erin. Nee, tyfusom. Doe hem erin. Met kaas wijen. Ah, oh, dit is zo zonde. Ja, er moet nog kaas bij. Het scheelde echt. Nee, ik wil kijken of jou opletten. Ik wil gewoon kijken of jou opletten. Heb je wel genoeg kaas? Nee, Niels. Jij begon. Jij duivelsmannetje. Ja, ik ben er klaar voor. Ben jij er klaar voor? Ik ben er ook klaar voor. Ik doe er nog wat toppings bij. Oeh. Wat een magoor ben jij, zeg. Nina. Wat ben jij een aap? En hoe ga jij jouw pizza eruit krijgen? Ja? 1,5 meter. Gozer. Niet zo boos kijken. Wil je aan de guillotine? Kom maar. Dus, het is natuurlijk wel interessant om een keertje het echt te zien hoe mensen pizza maken. Niels, kun je even... Ik ben even... Tief even op. Mijn verhaaltje aan het vertellen. Tief even kun je even 1,5 meter afstand houden? Gozer, mijn ding is nu... Nee joh. Yes. Kan ik heel veel bij mijn pizza? Waar is zo'n ander ding? Dat is mijn pizza brand aan. Volgens mij gaat het nog wel goed bij jou. Maar je gaat hem er nog even in doen. Dat zei hij toch? Nu haal hem eigenlijk van die onderkant af. Wat ga je dit doen? Oké, hij moet eruit. Dit gaat goed. Dit gaat hartstikke goed. Dit is echt een goede pizza geworden. Oh man. Very croque-on. Ja, dit is niet best, ouwe. Oh, wat een slagveld ook hier. Hoppa, lekker krokante. Zo'n bodempje die lekker krokant is. Nou, zullen we het presenteren? Nee. Mag nog een poging maken, toch? Ah, oh, Niels. Ja, wat is er? Niels. Ja. Ik ga niet laf voor een tweede poging. Ik ga die van mij alvast laten proeven, omdat die echt verneukt is. En dan kom jij wel wanneer jij klaar bent, ja? We zitten boven. Bij de professionals. Hé. Eindelijk die mogol uit de keuken. Ik kan niet zeggen dat ik er trots op ben. Ik kan je wel vertellen dat ik echt mijn hele hart in heb gestopt. Ik wilde voor een hartje gaan, omdat ik weet dat liefde door de maag gaat. En je weet dat ik van je hou. Dit is een creatie die gehusteld is door Niels' linkerhand. Oké. Ik ga hem toch... Je gaat het proberen? Ik ga het toch proberen. Wat we doen, we nakken gewoon even het idee van Martijn. Van dat hartje. Kaas. Goed, nee! Hup, niks van gezien. Let's go, motherfuckers. Ik ben toch alweer positief verrast dan. Qua smaak is het gewoon... Is het gewoon goed? Is het niet mijn pizza. Alleen dat Niels hem dan husselt, ja, dat gebeurt ook in je maag, zijn moeder altijd. Die plaat eraf. Hoe doe ik dat dan? Oké, je moet maar die pizza schuiven met dat ding. Ja, dat lukt me niet. Kut ding. Hoe kom ik hier nou onder, man? Helemaal klaar mee. Oh. Alsjeblieft. U mag eruit. We maken hier gewoon de laars van Italië van. Wat dat mijn idee was. Wat is laars in het Italiaans? Stivale. Oké, stivale d'Italia.
Okay. Luca Toni is in slaap gevallen door jou. Deze jongen heeft mijn hele pizza gesaboteerd. Gast, ouwe. Kan ik heel veel bij mijn pizza? Ah, oh, Niels. Ja. Maakt niet uit. Desondanks heb ik een pizza gemaakt en ik noem hem Stivale di Italia. Stivale wil zeggen de laars van Italië. Ik heb de vorm van Italië gemaakt. Ze zeggen wel eens, er zit liefde in. Ik pak het hele spectrum aan emoties. Die Italië kent, die het kenmerkt als land, zit hier verpakt in één pizza. Kortom, Stivale d'Italia. Geniet ervan. De presentatie, daar zal niet aan liggen. Nee, ik moet wel zeggen, ik vind het leuk bedacht. Al had ik toch wel liever echt een hele pizza gezien. Je hebt ongeveer een uur de tijd gehad en we krijgen een klein stukje pizza nu. Is het wel een laars? Het kan ook een boemerang zijn. Het is de laars. Hij is nog rauw. Hij is niet graag. Sorry Niels, maar deze overwinning kan ik echt niet aan jou geven. Dus, zeg maar. Bij deze, Martijn is de winnaar. Hij is de pizzabakker. Zo'n matige presentatie. Viva Italia. Je was er niet eens bij mijn presentatie. Wat is dit? Er niet bij. Dit lijkt wel het graf van Italië. Natuurlijk gaan we nu door naar het volgende onderdeel. Deze bezorging brengen. Oh. Die is voor jou. Laten we even kijken wie hem het snelst kan brengen. Zo. Dus wie het eerst hier weer terug is, die wint. Zeker. Oké. Gozer! Deze was echt heel hard. Voelde ze ballen zijn anus inklappen, zeg maar. Auwe. Ik heb ook ik een soort... Ik ben mezelf echt aan het vermannen. Ja. Maar die zit ergens hier. Ja, sorry gaf. Nee, niks sorry gaf. Jawel, nee, ik heb het tering. Oh, fucking tering mij. Lekker door, pizza. Ja. Oké, we zijn van start. Mijn ballen zitten nog ergens tussen mijn darmen en mijn longen. Ik heb dus helemaal geen fiets. Ik zat te bedenken, we kunnen of met de tram of we kunnen gewoon met de taxi. Ik zeg taxi, is nog sneller, toch? Dag meneer, mijn fiets is defect. Ja. Zou ik even wat kunnen bezorgen via uw auto? En dan lever ik even een pakketje af en dan mogen we weer terug hier naartoe. Heen en weer. Oké, ik zit op de goede route. Ik ben er met 5 minuutjes. En dan is het... Oh, jezus. Pardon. Ik heb geen bel. Ik weet niet waar die zit, sorry. Nou, maar niet uit. Ik heb haast. Dan wordt het heel snel het pakketje afleveren. En weer terug, want ik gun Niels dit zo niet. Uitgerekend nu is het druk. In the middle of the race. Hoe is het wel? Hallo. Heeft u iets van jij in besteld? Ja. Ja, toppie. Yes, helemaal goed. Hallo? Hoi, dit is Niels. Ik ben voor de IAM cocktail. Ah, oké, ik loop er. Yo. Hallo. Hi. Dit is een espresso martini. Lekker. Ja, de rest, dat weet je, dat heb ik zelf besteld. Alsjeblieft. Dankjewel. Ik heb hier een lekker cocktailtje voor jou. Oh, lekker. Oh, top. Ik ga gauw weer terug. Dank u. Aan de kant. Sorry, aan de kant. Tuut. Pakketjes afgeleverd. Geen idee waar Niels überhaupt heen moest. Maar ik kan me niet voorstellen dat hij sneller is dan ik ben. Sinds wanneer is het in één keer zo super druk in Amsterdam? Ja, hij is eigenlijk altijd al druk geweest in Amsterdam. Is Niels er al? Niels is er nog niet. Hey! Hey! Hey Niels! Hey Martijn! Ben je gaan lopen? Nee. Ben je met de taxi gegaan? Ik heb geld uitgegeven. Ben je met de taxi gegaan? Jasper, ik heb geld... Ben je met de taxi gegaan? Ja. Vond je dit nou een leuke aflevering? Laat even weten in de comments. En support je locals. Bestel bij de Kopstofbar. En we hebben volgens mij ook een kortingscode of zo. Klopt. Dus je hebt een WhatsApp-nummer. Ja. En die kun je vinden op de website. Zeker. En als jij dan even naar hun WhatsApp en zegt, yo, kom via de Gier Gasten, krijg je 20% korting op 20%? Alle producten hier. 20%. Dat is echt heel hebben veel. Wij gewoon even gefixt voor jullie. Dus fix je 20% bij de Kopstofbar. En dan komt dat nieuwste zak. Oké, later. Like de aflevering. Oh ja, trouwens. Nou, laat maar.